De big question. Wat gaan we doen? Volgens mij wilt hij deze. Ja, jij bent de baas vandaag, alsjeblieft. En Eli die is net zo ongeduldig als zijn vader, want die staat al te wachten en te loeren op het eten. Jullie hebben er zoveel op gevraagd of we weer een één dag de basisvideo kunnen opnemen. Eigenlijk was het een beetje de beurt aan Eli. Maar omdat Eli nog steeds niet zoveel praat, vergaat de kans een beetje. En eigenlijk zijn jullie samen vandaag de baas. Dus als Eli iets wil, dan moeten we dat vandaag ook gewoon doen. We zitten klaar, we gaan ontbijten. Je wil, hè? Dus, We hebben niet heel veel bijzondere keuzes zoals thuis, want we zijn op vakantie. Maar wat kan je zeggen? Vertel maar wat jij wil eten. Hagelslag. Hagelslag. En vertel, wat is dat wel bijzonder, want wij eten normaal in de ochtend. De kinderen mogen nooit zoet beleggen op brood. Dat eet je altijd 's ochtends? Gezond. Gezond, dus een tosti of een broodje kaas of vlees. Maar alleen met baas mag het weg. We gaan lekker hagelslag erbij pakken. Wat is er met die? Je hebt al pasta op je brood. Waar moeten we erbij? Nee, even serieus. Even serieus. Duo panotti met hagelslag. Eli. Dus double face. Nou, eet smakelijk. Jij ook al? Zo, Ezra. Zit je lekker? Leuk hè, dat zij nog niet gaan slapen. Dat ze zeggen, gaan jullie maar lekker werken. Hoe zit ik hier dan te werken in dit verdomd mooie natuurpark? Is dat de gekkigheid? Na het eten, na het ontbijt, gaat Dylan op de bank liggen. Als hij dat doet, is hij echt moe. Dus we hebben besloten dat ze even een dutje gaan doen. Daarna gaan we verder met de hele planning van de dag. Hebben we nog een hele dag voor ons. Dus wij aan het werk, zij slapen. Zo, de boys zijn weer wakker hoor. Papa, stel jij de vraag? Oké. De big question. Wat gaan we doen? Zwemmen! Had je wat anders verwacht, Esra? Nee, eigenlijk niet. We zijn er! Eli, kom! Eli! Kom, Eli! Wil niet. Hij is de baas, hij wil niet. Maar je bent niet de baas van iedereen. Er willen ook andere kindjes glijden, Eli. Hè? Er willen ook andere kinderen glijden. Hij wil jouw ijs, mama. Ik hoor het niet. Ijs? Timmy, jij hebt daar een ijsje. Ile heeft toch al een ijsje? Volgens mij wil hij deze.
Ja, jij bent de baas vandaag. Alsjeblieft. Alsjeblieft, mama. Mag ik niet... Ah! Dank voor het ijsje, Eli. Helemaal gesmolten. Onderkant zelfs open. Dus bedankt, hè. Wat wil jij? Wipwap. Wipwap? Hij is niet meer te houden, jongens. Hij wil van de wipwap. Doran daar. En Eli daar. Ja? Hoi, nu hebben we lekker lust gehad en hebben alles gedaan. Lekker t-shirtjes aangedaan en douchen. En nu gaan we pannenkoeken eten! Oh, wordt dat ons avondeten? Pannenkoek. En wij ook pannenkoek. Maar vandaag komt er ook een show. Komt er een mini-disco? Ja, vandaag komt er van een konijn. Oké, okay. Oh, ja, pannenkoek. Ja, Eli wil ook pannenkoek. Wie had pannenkoek, schat? Maar dan moeten we wel even opschieten. Oh, nou, dan gaan we maar even snel opschieten. Ik denk dat we kunnen gaan beginnen, toch? Ja! En nou, ze zijn aan het verstoppen voor het konijntje. Een stuk of 20 kinderen en Eli denkt, boeien, ik ga lekker glijden. En hiervoor zijn ze dus aan het verstoppen voor de konijn. 1, daarachter. 2, 3. Vond je het leuk? Maar hij wil graag gaan eten, dus we gaan nu even lekker eten. Tijd voor het pannenkoekhuis. Er zit een pannenkoekrestaurant en wat ga jij doen? Glijden. Hij gaat erachter even spelen, daar waren we gisteren ook. En Eli die is net zo ongeduldig als zijn vader, want die staat al te wachten en te loeren op het eten. Zijn er pannenkoekjes, schat? Oh, lekker. Dank je. Nog een hongerig persoon heeft zich gemeld. Nou, en toen we het net over hadden, kwamen ze aan met de pannenkoeken. Super, en die van Eli, dankjewel. Wat is het volgende wat we gaan doen? We staan er eigenlijk al. Stel het maar. Bonen! Nou, goede geluksbox. Eventjes, doe geluksbox. Zo, papa. Gaat ie hoor, jongens. Zo. Fanatiek, fanatiek. Eli-bal. Ga maar, Eli. Nog een keer. Nee, oh. Hij moet eventjes klaar. Even voorbereiden. Doe maar voor je. Nou, zo hou je het uurtje snel vol. Eli, doe maar. Kom. 1, 2. En het is een modus komen. A few moments later. Ik had het al. Ben je mentaal voorbereid? Ik ga hier. Nou, gaat hij nog of niet? Ik ga hem nou. Oeh. Ja, dat is ook een oplossing. Beetje uit de bal, hè? Hij heeft ons verlost. Hij heeft niet eens wat geraakt. 3 rondes verder, hij gooit hem eindelijk weer. Daar gaat hij hoor. Nou, Elijntje gaat ook even kijken hoe meneer het gaat doen. Hij loopt weg, maar hij heeft niet in de gaten, joh. Oké, gaan ze deze pakken, ja of nee? En dat wordt hem, Danny! Nou, bolen zit erop. Wat gaan we doen, jongens? Naar bed kussen. Nog niet naar bed, want het is wel al... Ik ga 8 uur. 8 uur, je moet naar bed. Nog opblijven. Nou, daar gaan ze even van deze storm. Het is helemaal naar achter en dan gaan ze met de glijbaan naar beneden. En we hebben een hele lieve kijkstertje gevonden die even samen met de kinderen... Kijk, ze is oppas. Goed zo. Kijk of die durft, hij helpt een beetje. We hebben de camera vrouw zo, hier lukt het. Ja hoor. Oh, oh. Kijk Debbie dan. Hila ook? Mama? Hoppa! Hé, we komen even. Eten. Eten. Hoppa! Hey! Kom! Je moet er omhoog. Ik ga er niet uit, je hebt alle tijd. Ga maar. Kom maar. Waar moeten we heen? Ja, hier tussendoor. Hey, goed
bent zo schat! En die staan opeens beneden! Ze zijn er tussenuit geglipt! Oh, dan ga ik maar hierheen lopen. Deborah durft gewoon te gaan. Ik durf niet meer, mensen. Nee, grapje. Hey Demi! Koprol, koprol, koprol! Hey, dat is geen koprol. Dat is geen koprol. Nou, koprol, 1, 2. Haha, ik ben ook erbij gekomen. Ik ben gewoon volgekropen, mensen. Oh, oh, ik ben gewoon stiekem door die gat gegaan. Ja. Ik ben even. Hey, Demi! Zou ik gaan of ga jij zo? Jij. Oké, dan ga ik. Koprol. Koprol hier naar beneden. Oh, je wilt volgens mij geen vlogs meer spelen. Koprol. Nee. Nou, met deze meiden is Eli de hele avond zoet. Hij is niet weg te slaan bij jullie, hè? Zijn foto's aan het maken. En als ik erbij kom, wordt Eli een beetje boos op mij. Kijk maar. Hi Eli. Hij kijkt mij niet eens aan. Nou, veel plezier met de meiden, Eli. Doei. En Eli gaat nog even een potje basketballen. Helemaal opgetild. Yay, goed zo. 9:30 mensen, 8:00 waren we. Tot het einde volgehouden, Eli. Dus dat krijg je als jullie de baas zijn. Dan zijn ze gewoon een van de laatste kinderen hier. Het is helemaal donker. We hebben uren hier gestaan. Anderhalf uur. Iedereen bedankt voor het oppassen. Voor het spelen bedoel ik. Volgens mij is de andere 30 al naar huis. De sleutere ouders. Dus jullie allemaal eens bedankt. Hè? Nou, de kinderen liggen eindelijk in bed, mensen. Erbij vrij. Was het maar zo feest. We zijn onderweg naar huis aan het lopen naar ons vakantiehuis. En wat vraagt Eli? Wipwap. Wipwap. Zit je goed, schat? Nou, hier zitten we ook weer een half uur. Deborah is aan het glijden. Kids de baas, op vakantie. Leuk. 10:00 s'avonds nog in een speeltuin. Ja, ik ben ook echt op. Zijn nog niet. Dat zou ze ook één met de natuur worden. Hier in de bosjes staan. Nee, één met de natuur. Nee. Wat ga je? Ja, ik wist het. Papa wil scheetjes laten, mag niet. Daarom mag papa scheetje laten of niet? Jij bent de baas. Hè? Huh? Ja. Wat? Nee, ja. Even opnieuw. Wat zei jij? Ja. En moet ik hoorde een nee. Hoorden jullie ook een nee? Ja, kom maar. Je bent de baas, maar er zijn grenzen, lieve schat. Kom even wat wil je dan? Kom eens naast me. Ja. Ik kom wel kijkers aan, dus ik hoop voor ze dat ze geen foto gaan nemen. Echt respectloos, Sarah, dit kan echt niet. Die wipwap, die scheet van jou heeft wat aangewakkerd. Oh. Meneertje heeft ook een boodschapje gedaan, dus op zich zijn we wel gered. Deborah is baas. Deborah, wie moet schoonmaken? Mama. Dit is echt erg, dit is gewoon voorbeeld achteraan. Nee, dankjewel. Nee, hij spreekt dus net gewoon in tegen Deborah. Zeg tegen Esra, tegen mama dat zij haar verschonen. Hij heeft nu 5 keer papa gezegd. Wie moet jou verschonen, papa of mama? Nee, de eerste soort zegt dat, klaar. Pablo. Pablo? Ja, ik moet Pablo uitlaten. Kom dat maar. Bla poepoe. Moet Pablo jouw poepoe schoonmaken? Hè? Huh? Bla bla poepoe. Pablo jouw... Eeuw. Eeuw. Bla bla poepoe. Gaat papa of mama schoonmaken, Eli? Bla bla poepoe. Oh my gosh, laat Eli niet de baas zijn, want dat loopt niet goed af. Pablo jouw pamper schoonmaken? Nou jongeman, vertel, wat zijn we hier aan het doen? Bubbels maken. Bubbels maken. Ga hoor. Oepsie, dat ging even mis. Oh, wat wordt die wat is mooi. Die? Jij lijkt een beetje op de kerstman. Nee, die. Oeh, wat is die mooi. Kijk dan. Kijk maar deze. Zo. Lekker chillen in een bubbelbad? Ja. Lekker? Kijk eens hoeveel bubbels, schuim. Ja, Eli durft niet, dus zien ze eruit, hè? Kijk eens, zo zit je erbij. Ik zie alleen nog een hoofdje in het schuim, hè? Zo, ik heb nog even lekker een beetje in de zwembadje. Zwembadje, schuimbad denk ik eerder. Schuimbad. Ga je hier nog even lekker chillen? Ja, dan ga ik nu lekker naar bed. Ja, het is al laat zat, hè? Ila gaat al lekker naar bedje toe. Jij gaat er ook zo uit. Ik vond het een leuke vlog. Met een duimpje zo. En alweer op kanaal. Doei! Doei.